Ja, dames en heren. En dit keer zijn we te gast bij de politie in Gennep. We zijn dus bij de plaatselijke politie binnengelopen. Vroeger Rijkspolitie, toen werd dat regiopolitie. En nu Nationale Politie. We zijn in gesprek met onze wijkagent. En we hebben afgesproken, we tutoieren elkaar. En ik mag er aanspreken met Maud van Arsen. Maud, welkom in de uitzending. Ja, leuk dat jullie hier zo binnenkomen lopen om eens een keer een stukje van ons te laten zien hier. En ik hoop dat we dat ook wat meer kunnen gaan doen de komende tijd. Ja, Maud, ik zei al, je bent wijkagent hè, hier in Gennep. Wil dat nou zeggen dat je hele dagen in de wijk zit? Nee, dat zouden we wel willen, maar dat gaat het helaas niet worden. Maar het wil niet zeggen, als je niet in de wijk bent, dat je niet betrokken bent met je wijk. Er is afgesproken dat als je een wijkagent krijgt, 80% van de tijd om inderdaad zich bezig te houden met het wijkwerk. Ja. En dat doe ik voor de hele gemeente Gennep. Voor de hele gemeente Gennep, maar daar hebben we het over zo'n 18.000 inwoners. Dat is één wijkagent wel erg weinig. Ja. Ja, dan zou je zeggen dat het één wijkagent heel erg weinig is. En je zou ook al graag, of ik zou ook al graag wat meer bij willen hebben. Maar goed, we moeten natuurlijk ook wel naar de realiteit kijken. En ja, op dit moment is dat als wijkagentfunctie nog niet echt nodig, vind ik, voor de gemeente Gennep. Ja, maar ik wil het dan toch nog een keer aan die burgemeester gaan vragen, als ik die zie. Want ik heb het idee dat in de politiewet wat anders staat. Ja, en de politiewet staat inderdaad wat anders. Dan willen ze er 1 op 5.000. Ja. Maar goed, ik snap dat in sommige gebieden dat ook echt wel nodig is, 1 op 5.000. En maar ja, we zijn zoveel disciplines die we binnen de politie hebben, waar we in ieder geval ook duidelijk met de inwoners en de gemeente gaan bezig zijn. Dat ben ik echt niet alleen. Dat doen ook heel veel collega's met mij samen. Ja, Maud, de wijkagent is dus echt plaatselijk bezig. Waar word je nou mee geconfronteerd? Waar bestaat je dagelijkse werk zo'n beetje uit? Ja, de wijkagent heeft eigenlijk, ik noem altijd een beetje een spin in een web. Ik zit met heel veel diverse partners continu in contact. En dan moet je denken aan sowieso de gemeente. Dat is de hele belangrijke partner van mij. Hè. Maar dat is ook bemoeizorg, dat is maatschappelijk werk. Dat is de woningbouwvereniging. Continu zijn we eigenlijk bezig met de inwoners van de gemeente Gennep om alles natuurlijk zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ja, goed, maar als je die diensten die je opnoemt, dan zitten denk ik meer in de sociale hoek als in, laat ik zeggen, de boevenvanghoek. Ja, nou dat klopt. Bij de wijkagent zit dat wel voornamelijk veel ook in de sociale. Dat heeft de gemeente Gennep gewoon iemand met zich mee. Als je midden in een grote stad zit, zul je als wijkagent veel meer inderdaad met winkeldiefstallen dan met drugs of dat soort overlast zitten. Nou ja, dat heeft de gemeente Gennep gewoon een stuk minder op dat gebied. Maar daarentegen zit je wel veel op het sociale vlak. Ja, goed. Wat criminaliteit betreft heb ik me laten vertellen dat we de laatste tijd nog eens een keer babbeltrucs hebben. Lui die mensen aan de praat houden. Hoe is dat op dit moment? Ja, dat is inderdaad iets wat we steeds meer zien. Niet alleen hier, maar ook gewoon echt wel regionaal bij ons. En daarom hebben we daar regionaal steken we daar ook meteen volop in. Ja. Wellicht kennen de burgers ook het project Waak voor Inbraak. Dat zou ik in ieder geval zeker eens adviseren om eens een keertje daarna te informeren via www.waakvoorinbraak.nl. Dat is echt een hele leuke site, ook waar je goede tips krijgt om te doen. Het heeft allemaal ook natuurlijk raakvlak met woninginbraken. Ja. Alleen de babbeltruc is inderdaad, daar komen ze aan de deur en ze hebben een of ander verhaal waardoor ze proberen mensen uit hun woning te lokken of in ieder geval van hun apropos af te brengen. En daar gaan ze inderdaad een criminele activiteit voor doen en dat is in de vorm van diefstal. Ja, dan dus achter je rug raven ze je huis leeg. Ja. Nou ja, zo kun je het eigenlijk wel stellen inderdaad. Ja, zo gebeurt het echt op die grove wijze gebeurt het gewoon. We hebben het recentelijk nog hier in Gennep gehad dat er inderdaad verteld wordt aan de deur van meneer, er is een gaslek, u moet uw woning uit. Ja. Neem u in ieder geval uw waardevolle spullen mee. Ja. En uiteindelijk wordt meneer uiteindelijk beroofd van zijn spulletjes. Ja, en dat moeten we dus echt niet hebben. Als je nou zoiets ziet, hè, wat is jullie advies dan? Ja, zoiets zien is natuurlijk wel heel erg lastig. Hè? Maar meestal in ieder geval als je zoiets overkomt, of je hebt het gevoel dat het niet klopt, of je hebt iemand aan je deur wat je denkt van, hé, dit klopt niet. Ja. Van, maak in ieder geval, ja, we hebben in ieder geval heel mooi van die haken voor op de deuren, hebben we in ieder geval ook weggegeven, ook in de gemeente Gennep. Die zijn heel erg fijn dat je in ieder geval je deur niet helemaal hoeft te openen, voordat je het verhaal in ieder geval aangaat. Ja. Maar goed, dat heeft niet iedereen natuurlijk bij zich. Maar luister goed wat ze vertellen en doe eerst de deur dicht en ga desnoods even met iemand bellen
bellen, bel met zo'n politie desnoods om te vragen van ik heb hier iemand aan de deur en die vraagt me van Essent of van een andere energiemaatschappij, ja. Want dat gebruiken ze ook nog alles als smoes, hè. Ja. Van klopt het dat het in deze straat of in deze omgeving momenteel actief speelt. Zijn? Ja. Ja. Nou, en voordat je inderdaad iemand echt binnenlaat in je woning, ben daar gewoon heel erg voorzichtig mee. En het is echt heel vervelend dat je dat gevoel hebt en dat je zo goed moet benadenken. Ja. Maar ja, we proberen iedereen er wel voor te waarschuwen. Jawel, goed, maar dat is het. Maar kijk, je hebt natuurlijk ook nog een wijk waar je woont. Hè? We spreken steeds meer dat we op elkaar moeten letten en samen en noem maar op. Ja. Maar als je nou iets geks ziet in je wijk, kun je dan ook daarover bellen? Ja, bel zeker daarover inderdaad als je iets ziet wat je gewoon niet denkt dat dat klopt. Via het 0900-nummer 8844, hè? Dat is het landelijk politienummer. Ja. Kom je bij ons in Venlo, kom je dan binnen. En daar wordt je in ieder geval je melding opgenomen. Die wordt dan ook doorgezet naar ons. Dus dan krijgen wij hem ook in ieder geval binnen. En het kan zijn dat we inderdaad nog wel meer informatie nodig hebben. Ja. Dan komen we in ieder geval zeker daar nog even voor op de lijn. We proberen eigenlijk iedere melder ook terug te bellen. En in ieder geval liever contact te krijgen. In ieder geval dat jullie weten dat de gegevens bij ons binnenkomen. Oké, okay, dus 8844, laat ik zo zeggen, meer in de hoek van de criminaliteit. Maar als ik nou op sociaal vlak, want bij het begin van het interview zei je nou, ik ben toch erg veel bezig op van allerhand vlak, ook jeugdzorg, neem aan, woningbouw, wijk zal er allemaal een rol in spelen. Maar hoe kan ik nou met jou in contact komen als het over, laat ik zeggen, die hulpverleningstaak gaat? Ja, dat kan heel goed, hè, dat je hoort dat er bij de buren bijvoorbeeld heel vaak ruzie is. Dat je weet dat er kinderen ook bij betrokken zijn of iets dergelijks. Nou, je kunt in ieder geval altijd via het landelijk nummer weer, hè, dat 0900 nummer 8844. Die weten namelijk ook, die kunnen ook zien wanneer ik in dienst ben en wanneer ik niet in dienst ben. Okay. Dus dat is ook wel fijn om in ieder geval te weten dat in ieder geval ik recentelijk terug zal bellen. Daar krijg ik ook heel netjes je mail dan ook altijd ervan om terug te bellen. Ja. Het kan ook zijn dat je via de landelijke site www.politie.nl, en daar kun je ook heel mooi op klikken op je postcode kun je erin voeren. En dan krijg je inderdaad een mailmogelijkheid. En die komt dan in ieder geval bij mij uit. En dan neem ik weer contact met je op. Of loop het politiebureau in Genep gewoon binnen. We zijn van 9 tot 5 door de week open. Loop gewoon even binnen en vraag desnoods of ik er ben. Dan wel of ik even contact wil opnemen. En zo proberen we dat toch samen een draai aan te geven hier. Mooi, Maud. Nou, ik heb in ieder geval wat inzicht gekregen in wat jullie hier, of althans wat jij hier doet. Vanuit, laat ik zeggen, de wijkagentschap. Leuk dat je ons te woord hebt willen staan. En laten we zeggen, laten we over 2 maanden nog eens een keer bij elkaar komen om te kijken wat, wat actuele dingen zijn en hoe dat het loopt. Want dat is toch altijd wel leuk om te horen. Ja, en voor mij is dat natuurlijk ook leuk om dat te mogen doen voor jullie. Dus heel graag.